Dan is 8-19 Sjaak. 3-2-1 Bert. 3-2-1 Wijnand. Welkom bij aflevering 104 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier natuurlijk weer zoals de afgelopen maanden inmiddels met Wijnand Luitjes, Bert Slachter en Peter Slachter. Jongens, leuk dat jullie er weer zijn. Yo, yo, yo. Zitten yes. We weer. En ik zat net te bedenken voor de uitzending, ik zat even te rekenen en dat is niet mijn sterkste punt, dus vandaar dat ik ook pas net achter kwam. Maar ik dacht 52 plus 52... is 104. Dus dat betekent dat dit het tweejarig jubileum is. We hebben natuurlijk al een feestje gehad met aflevering 100. Dus daarom is het nu een beetje ingetogen. Maar Het blijft feest. Dus de slingers kunnen niet weg. Ja, waar is de taart, man? Ja, nou. dat weet ik niet. Ja, jullie hebben het altijd over taarten. Jullie hebben het altijd over taarten groter maken en whatever. Dus dan verwacht ik van jullie een taart. Ik eet bijna nooit taart, joh. Fair enough. Was leuk geweest, ja. Is er nooit tussendoor een speciale aflevering geweest? Zo, dat we nog een paar weken hebben. wat? Zou ook niet. Ja, dit is nummertje 104. Maar heeft er altijd een week tussen gezeten? Ja. Ja. Ja, oké. Ja, we hebben elke week... Bart, start de eindtune erin. Ja. Uitzending is mooi. Nee, we hebben altijd, elke week een uitzending gehad. We hebben wel eens gehad dat we wat van tevoren wat meer hebben opgenomen. Maar dat hebben we altijd verdeeld over de weken. Dus er is nooit een week zonder Satoshi Radio geweest de afgelopen 2 jaar. Nee, maar er is ook nooit een week geweest met een dubbele aflevering. Nee, ook niet. Nee, precies. Klopt. Dus je loopt niet voor. Nou, mooi hoor. Gefeliciteerd. Ja, thanks. Dat hartstikke leuk dat dat... Hoort wel muziekje bij. Ja, die heb ik niet. Even kijken hoor. Ik ga FBI dan maar. Doe die FBI. FBI, help me dan! die vertrouwen het ook niet meer, weet je wel. 2 jaar lang een podcast over cryptocurrency. Er moet wel zwart geld of zo in omloop zijn. Dus het is geen zwart geld. Maar we hebben natuurlijk wel dat de podcast mede mogelijk gemaakt wordt door Ledger Leopard, Anycoin Direct, Watson Last, Satos.nl, Maven 11. En Bitcoin Meester ook nogmaals een keertje naar hun allemaal. Thanks voor de hulp afgelopen jaar natuurlijk. Maar dat heeft erg geholpen. Disclaimer is natuurlijk, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. Moet niet worden gezien als beleggingsadvies. En we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Alle links staan op www.satoshiradio.nl. En daar kan je ons ook op diverse manieren steunen. En je kan natuurlijk naar lekkercryptisch.nl gaan. Maar ja, dus, ja daar zie je vandaag weer een prachtig artikel. Maar de afgelopen 2 weken stond er een egel, Wijnand. Dus, Ja, jeetje, ze sturen jou empty-handed naar de Bitcoin Show. We hebben nog helemaal besproken. Ik moet naar de Bitcoin Show. Boris die vraagt, joh, neem je nog een nieuwtje mee? Nou, ik urenlang zitten zoeken en lekker cryptisch. Ja, die gasten lieten me in de steek, weet je. En wat is het verhaal achter die egel? Want ik zie een hedge fund, miljardair. Ja, ik snap het niet. Wat doet die egel daar? Ja, dat was gewoon een kwinkslag naar de Engelse naam van een egel. Dat is een hedgehog volgens mij. Ja. En het ging over... dat artikel ging heel uitgebreid in op de functie van Bitcoin als hedge tegen de opkomende inflatie. Die werd verwacht door die oude rot in het vak. Een hedgefonds miljardair. En daar sloeg de afbeelding op. Maar het klopt wel. Bert die zei het net voor de uitzending. Vond ik eigenlijk wel een hele mooie quote. De afgelopen 2 weken is er echt buitengewoon weinig nieuwswaardigs gemeld. En dus ook nieuwswaardige content geweest voor ons om over te rapporteren. En Bert zei, het is dan vooral ruis. En dus kiezen wij ervoor om op dat moment gewoon... even andere dingen te doen, aan andere dingen te bouwen. Werk dat dan blijft liggen als er een periode is waarin wel veel signaal is, om dat op te pakken. En dan is er dus even wat minder, wordt er even wat minder gepubliceerd. En dan zal je naar de andere plekken moeten gaan om te kijken, joh, ja, is dat allemaal zo? Je kunt ons natuurlijk controleren. Is het zo? Is het vooral ruis? Nou ja, en volgens mij kwam je zelf tot de conclusie dat het zo is. Dus wat dat betreft functioneert ons principe tot dusver wel goed. Wat ik wel heb gedaan is, vorige week heb ik weer een nieuwe sessie opgenomen voor Café Weltschmerz. Daar hebben we
denk ik een weekje of 3-4 geleden ook gedaan. Dat ging toen over de halving. En eigenlijk was dat een videogesprek over heel laagdrempelig naar een heel groot publiek van wat is Bitcoin nou eigenlijk? Een soort inleiding op geld en Bitcoin. En deze keer ging het over allerlei vragen die er kwamen. Van, dat hadden we ook toe opgeroepen. Stel eens wat leuke vragen. Hele leuke vragen tussen ook. Een van de leukste vond ik die over quantum computing. Of die Bitcoin gaat slopen. Blijft een hele intrigerende wereld. En die, ik denk dat die ook over de komende dagen online gaat komen. Maar dat is dan niet primair gericht op de Bitcoin-bubbel, zal ik maar zeggen. Waar wij nu een toffe show voor maken. Maar eigenlijk voor een veel groter publiek. En dat zijn dan de dingen waar je dan de tijd voor kan nemen. Dus dat is dan ook wel weer cool. Ja, akkoord. Ik hoor dat er om mij heen ergens geboord wordt. Horen jullie een... Ik dacht dat je koffie aan het zetten was. Nee. Hebben wij weer. Maar hebben jullie er last van of niet? Ja... Maar ja, goed, weet je, als we daardoor jou niet horen, dan heeft het ook voordeel. Nee, dan zet jezelf gerust op mute. Ja. Zet ik hem even op mute. Nee, op zich valt het mee hoor, Peet. Ik hoor het niet echt. Hey, wat natuurlijk wel, nog even terugkomend hè, op die het tweede seizoen. Dat betekent dat er ook een derde seizoen gaat komen. Maar er gaan wat dingetjes veranderen. Want, tot mijn grote spijt, Wijnand, ga jij niet meer vast elke week aanhaken? Nee. Ja, dus we hebben er een lange tijd over gehad, denk ik. Mensen vooral met z'n tweetjes. En ik merkte de laatste tijd gewoon dat het meer voor mij een moeten is geworden dan echt dat ik er heel veel energie uit haal. En misschien mede ook door het vele thuis zit. Er zijn misschien meerdere factoren, maar ik heb hier een mooie quote. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. En zo voelt het voor mij ook echt. We hebben twee, denk ik, rocking seasons gedraaid. Elke week gestampt. Vakantie, die shit mee. Naar Zurich, die shit mee door de douane. En weet je, dus we hebben gedaan wat we konden. En ik herken ook gewoon wat de heren zeggen van lekker kritisch natuurlijk. Van in de space gebeurt wel wat, maar het is ook soms wel micromanagement. Hè? De grote stappen die ik toch hoop dat er komen, die blijven een beetje uit de laatste tijd. En ik, dus het is denk ik een mooi moment voor mij om in ieder geval een stapje terug te doen in de wekelijkse frequentie. Ik wil niet zeggen dat ik af en toe gewoon wil aanhaken en ad hoc een keertje lekker meekletsen. En zeker betrokken blijven met alles wat er gebeurt. Alleen de persoonlijke noodzaak om daar wekelijks behoorlijk wat tijd toch nog in te stoppen. Dat voelt steeds zwaarder. En, ja. Dus daar ben ik in het gesprek met jou toch uitgekomen. Dat laten we gewoon even kijken. In ieder geval stoppen voor mij actief. En who knows, weet je wel. Maar ik ben zo super trots op wat we hebben bereikt, weet je wel. De leiding aan, of de lading aan gasten, de samenwerking met Bert en Peter. Wat ook gewoon uitgemond is tot een wekelijks frequentie waar je gewoon echt dingen van elkaar opsteekt. En ja, ik weet niet, dat vind ik toch lachen. En ook de community, weet je. Je ziet de grappigste dingen en die uitzending van met livestream, weet je. Dat zijn toch wel dingen die, waar ben ik trots op. Ja. Ik kan er ook nog om terug om lachen als ik jou zo zie zweten in de voorbereiding. Ja, weet niet, dat zijn toch dingen... Weet je, dat blijft me dan wel bij. Ja. Dat is legendarisch. Ja. Ja, dat is toch prachtig. En weet je, we zijn begonnen van nul. Hè? Dus we hebben geen netwerk achter ons. We hebben geen website achter ons. We zijn begonnen met zonder intro muziekje. We zijn, weet je, het is allemaal opgebouwd. En ja, de luisteraantallen zijn steeds, die zijn goed en die groeien. En dan denk je, ja, weet je, het bereik wordt meer. En het voelt ook als van, ja, ik kan het achterlaten als een gezond iets. En jij bent nog super gemotiveerd en gedreven om door te gaan. En zeker met Bert en Peter erbij heb je gewoon een mooi trio om wekelijks content te maken. En ik hoop ook dat jullie ook weer gewoon gasten in de show weten te krijgen. Want dat is toch wat mij persoonlijk trok. Elke week iets leren van iemand die ik eigenlijk tot aan een uur van tevoren niet kende. Bij wijze van. En dat hoop ik dat ook in een vorm toch wel weer terug kan komen. En dat zal ook afhangen van hoe dit doorgaat met corona en gewoon de markt in zijn geheel. Maar ja, ik ben toch ook wel. Ik vind het wel spannend wat jullie ermee gaan doen. Het is toch vreemd om het los te laten. Ja, kijk, ik denk ten eerste, weet je, voor mijn verleden, wat je zegt, sluit ik me helemaal bij aan, weet je. Dus We hadden niks, zeg maar, weet je. Of in ieder geval twee IT-auditors en met het netwerk wat we hadden. Als het 20 man is, dan is het veel, weet je wel. Zeker buiten, weet je, je hebt wat vrienden, je hebt wat familie. En
er was geen community en er was geen Telegram groep en er waren geen luisteraars. En op een gegeven moment deel je dat een beetje en mensen gingen het luisteren omdat ze het leuk vonden. En we hebben een website erbij gemaakt en de Telegram groep is erbij gekomen. En jij had die intro tune bij een maat van je gefixt. En zo stukje bij beetje komt er wel bij elkaar. En nu heb je gewoon, duizenden kan je al zeggen vanaf 2000. Dus dat klinkt heel tof, maar duizenden luisteraars per maand, weet je wel. Het is best wel sick dat dat in 2 jaar is gelukt. Dus daar ben ik jou ook dankbaar voor dat je daar elke week bij aangehaakt bent. En ja, wat ik zeg, kijk, weet je, we hebben 4 microfoons, daar hebben we in geïnvesteerd. Dus je bent altijd welkom om aan te haken natuurlijk. En ik snap wat je zegt ook ergens ook natuurlijk. Het is best wel wat om dat elke week te doen. En je doet het omdat je het leuk vindt. En weet je, als dat op een gegeven moment elke week te veel is, dan moet je gewoon kijken van joh, kunnen we het op een andere manier doen. En wat je zelf ook al zegt, is Bert en Peter gaan aanhaken aankomend jaar. Vast. Dus eigenlijk gaan we gewoon door zoals we nu erbij zitten. Dan gaan we kijken hoe we dat verder kunnen brengen. En ik heb er ook alle vertrouwen in. En weet je, dus volgens mij juist de laatste weken waren het gewoon toffe gesprekken. En gesprekken die we anders nooit hadden kunnen voeren met heel andere blikken en ideeën. Dus ik vind dat zeker echt heel vet. En ik wens jullie ook super succes. En ik heb er ook echt veel vertrouwen in. En ik hoop dat jullie nog als platform nog meer sterren kunnen lanceren in richting Jinek en op één. Ja, kijk, dat is misschien ook een beetje het ding. Hè. Kijk, dat heeft Wijnand ook vanaf het begin gezegd toen we de eerste keer bij elkaar zaten. Hij zegt, Bart, weet je, maar ik heb één doel eigenlijk. Dat is één iemand gewoon vanuit die zolderkamer rechtstreeks naar een Nederlandse talkshow knallen. En ja, weet je, dat is nu gelukt. En dan zit je werk er ook op, weet je. Dan moet je op een gegeven moment inderdaad ook gewoon tevreden zijn en met pensioen. Misschien met die voetbalcoaches ook, toch? Discussie van, ja, moet je nog blijven naar de kampioenschap of moet je door? Ja, dat is gewoon dat gaat niet over één nacht, maar het verschil is wel weinig, dat ze dan altijd zeggen, ja, na dit seizoen stop ik echt en dan gaan ze toch weer verder. Ja, misschien beland ik wel bij, weet ik veel, hè? De cryptocast. In Saudi-Arabië, ergens om zakken vullen. Bij Herbert. Nou, hij wordt nou echt zo'n hele vervelende bank zittende coach, weet je wel. Zo'n biertje die dan achteraf, komt hij even alles, komt hij even hoe het moet. Ja. Nee. Maar dat is ook goed. Dus, kijk, ik denk dat we, ja, weet je, dat Satoshi Radio een leuke aanvulling is op lekker cryptisch en andersom ook. En ik denk dat we daar allemaal leuke dingen mee kunnen doen. En weet je, als we tijdens de maandafsluiting in het studiootje zitten met een pilsje, dan zou ik het leuk vinden als je aanhaakt, Wijnand. En ik denk ook dat hartstikke lach is, weet je. Als het op een vrijblijvende basis kan, denk ik dat voor iedereen een prima oplossing is. En, dat denk ik ook, dat denk ik zeker. Maar goed, laten we kijken wat de toekomst brengt. En goed, we knallen sowieso nog een paar uitzendingen de air in, zeg maar. Ja, dat is misschien wel goed, want ik er zitten natuurlijk nu luisteraars, ja, die auto's van langs de kant. Ik snap het. Die weten niet wat ze overkomt, weet je wel. Die hadden zoiets van, joh, jongens, vertel dat even van tevoren. Zo, nou, dat is eigenlijk wat we ook nu doen, want je kan de volgende 4 afleveringen, denk ik, pak een beetje nog genieten van onze grote vriend Wijnand. Dus de hele maand juni en daarna gaan we kijken hoe we dan verder gaan. In ieder geval voor mij persoonlijk vind ik het gewoon heel chill dat we verder kunnen. Want dat was op een gegeven moment voor mij het grootste onduidelijke, zeg maar. Een aantal maanden terug waar we toch een beetje zaten te kijken van hoe of wat. En ik vind het heel chill dat we op deze manier voor iedereen een top oplossing hebben. Dus dat is super. Maar we hadden ook afgesproken om er geen All You Need Is Love uitzending van te gaan maken. Dus dat houden we nu mee op. Robert de Brink nog heb kunnen afzeggen. Ja, die staat ook jankend voor de deur. Die zei, die vaste luisteraar, die zei, ik kan dit niet doen. Het is belangenverstrengeling. Die komt met die lovebus, of is dat niet meer? Ja, hij zal nu wel een of andere mobiele test facility hebben of zo. Voor de corona. ik zat even te kijken. We hebben natuurlijk weer wat donaties gehad. Ik zag een donatie. Daar staat voor de rozenblaadjes in het bad. XX Leon, €2. Leon, dat is toch die gozer van Stacking? Kennen jullie dat? Stacking.com? Nou, dan hoop ik wel dat hij het bad er ook bij gaat leveren. Want aan die rozenblaadjes alleen heb ik niks. Oh. Nee, ja. Maar heb jij wel eens gehoord van Stacking.com, Wijnand, of niet? Nee, ik doe er ook absoluut geen zaken mee.
Ja. Ik zag wel weer trouwens dat refunds goedgekeurd werden. Of in ieder geval, gisteren was er bij mij weer 2 keiharde eurotjes die teruggestort werden. Dus dat was alweer fijn. Nou ja, thanks Leon. Iedereen check www.stacking.com als je sets wil stacken bij het aankopen van troep uit China. Onder andere en nog 100.000 andere winkels. Iemand anders zegt groeten van Tangion of Tangion. Een van de twee. Nou, thanks. Groeten terug. Een tientje gedoneerd. Ja, dat is een hele gulle bui. Dus bedankt daarvoor. Dat gaat allemaal richting die afkoopsom van Wijnand. Hè? Als je zo'n contract laat ontbinden, dat is niet... Ja, die gouden handdruk. Ja, ik ben bij de Porsche die kijken. Ja, precies. Nou, die 10 euro die gaat daarheen. En ik zie hier natuurlijk, jullie denken, waar blijft hij? Ja, Marky, hier is hij. Thanks weer, mooie aflevering. Vorige keer liep de donatie als een trein. Het gaat de goede kant op. Goed, Mark. Ja, dan weet je het. Als Mark zegt dat de donaties goed gaan, dan gaat het ook gewoon goed. Mark, spreek jou volgende week weer. Ja, maar we zeiden het net al een beetje, hè, qua nieuws. Het mooie is dat we nu met dit sentimentele verhaal al 16 minuten vol hebben. Dus dat scheelt weer een beetje. Maar er is heel weinig om over te praten. Maar dat zeggen we al weken, hè? We zeggen het al weken. En dat is op zich wel iets... Ja, joh. Ja, echt, maar we hadden de halving nog, weet je. En nog wat... Ja, dat was echt een soort van truc om nog... Om het maar, weet je kon het over die halving hebben, maar dat was eigenlijk natuurlijk ook geen nieuws. Ja, we moeten het ook niet overdrijven. Er is altijd wel iets om het over te hebben. Dus het is niet dat er geen interessante dingen meer zijn. Maar, zeg maar, de ratio tussen signaal en ruis is nu wel ongunstig. Zeker als je nu als medium of iets dergelijks... waar je gewend bent om het een na het andere... grote nieuws te kunnen brengen, dat je zit je toch wel, denk ik, verlegen om echt en wat meer kwalitatief nieuws. Ja. Nee, maar Peter, want ik het idee was ook dat je vaak juist opiniestukken wilde schrijven of juist die verdieping, is dan juist dit niet de tijd om dat te doen, om dat al dat vage nieuws lekker aan de kant te schuiven en eens te kijken, wat is nou de trend of waar gaan we heen? Of, hè, dat, voel je dat nog niet? Of? Ja, ook wel. Nou, wij hebben... Op zich hebben wij wel geluk gehad, tussen aanhalingstekens, met deze periode, gewoon qua voorziening. Omdat we niet heel veel van het signaal niet hebben kunnen blootleggen. Omdat er relatief weinig signaal is geweest. En in die tijd hebben we wel heel veel dingen kunnen opbouwen. Maar dat is zo allemaal achter de schermen gebeurd, met uitzondering van wat mediaoptredens. Maar er zit natuurlijk heel veel werk omheen. Ja. Dus we hebben heel veel dwarsverbanden kunnen slaan. Er zijn heel veel deuren op een kier gezet. Er zijn allerlei nieuwe initiatieven. Waar trouwens dat versterken van de band tussen ons ook bij hoort. En allerlei plannen rondom de kennisbank. Eigenlijk willen we dat de kennisbank het centrum wordt van de website. En niet zeg maar de nieuwsberichten, de stream van nieuws. Dat vinden we eigenlijk minder belangrijk dan de kennisbank. En wij verwerken al heel veel kennisbankachtig materiaal in nieuwsbericht. Want ons motto is altijd als we schrijven, we willen dat mensen weer ietsje slimmer weggaan dan dat ze bij ons terechtkwamen. Maar er is een lang verhaal kort. We hebben in deze periode echt wel heel veel kunnen bouwen aan de achterkant. Dat is niet zo zichtbaar. Maar ja, het is wel prettig dat we in die bear market van nieuws hebben kunnen beelden. Ja. Ja, dus dat is oké. Okay, dus dat is hoe, even vanuit het perspectief van lekker cryptisch. Maar wat ik eigenlijk bedoelde, even afstand nemend, van een afstandje kijkend, dat het ook blijkbaar gewoon in de markt nu zo is. Hè. Ze zeggen wel eens van de bear market is op zijn diepst als iedereen denkt dat er helemaal niks meer gebeurt. Nou ja, denk je even terug aan december 2017, dat is waar het dieptepunt lag van de bear market. Nee, zeg ik fout, 2018. December 2017 was natuurlijk de piek. Maar toen gebeurde er veel meer. Zeker het jaar daarna, hè, dus 2019, vorig jaar. Dan kregen we Plan B. Die kwam ineens uit het niets met zijn model. Daar hebben we het heel veel over gehad met z'n allen. Veel analyse op gedaan. Elke keer weer iteraties op. Er waren heel veel gesprekken over al die verbeteringen aan Bitcoin als protocol. Dus Schnorr signatures en Taproot. En wat gaat ons dat allemaal brengen? Dus heel veel ook fundamentele dingen, ook rondom Lightning. Dat was echt ook in die periode dat een beetje tractie kreeg en dat er nieuwe diensten omheen gebouwd werden. Dus richting de halving ging het heel veel over miners, kwamen veel rapporten uit.
Dus je hebt ook een beetje die post-halving dip, denk ik, die er is. Nou, misschien wel, ja. Dus ik vind het gewoon even interessant om dat zo te zien. Want je hebt natuurlijk nog geen nieuwe... er is nog geen nieuwe aandacht voor Bitcoin vanuit retail-investeerders. Ik bedoel, in de kroeg gaat het nog niet echt en over. Weet je wat het ook misschien is, Bert? Dat de kroeg al 3 maanden dicht is. En, In de kroeg heeft nu past dat grapje natuurlijk perfect dat jij over kroegen begint. Maar het is natuurlijk wel een beetje zo. En nu, weet je, in elke stad in Amerika staat het gemeentehuis in de fik. In sommige letterlijk, in andere figuurlijk. En er gebeurt zoveel in de wereld, zeg maar. Zoveel extreme shit, zonder daar voor de rest een mening over te vellen. Maar gewoon te constateren dat het gebeurt. Ja, dat dan, ja, weet je, BIP numero zoveel, waarin een of andere efficiëntieaanpassing wordt gedaan, dan gewoon ook eventjes wat minder interessant is, weet je. En dat is natuurlijk ook wat jullie net ook een beetje zeggen van... Weet je, jullie hebben je tijd de afgelopen tijd wel redelijk efficiënt besteed. Alleen dat was niet per se 100% op Bitcoin en crypto gericht. Je kan wel parallellen trekken. Maar je hebt maar 24 uur in een dag. Hè? Dus mijn punt is een beetje dat er gebeurt zoveel dat je ook soms wat minder tijd hebt om alleen maar naar Bitcoin en crypto te kijken. Zeker als daar op dat moment eventjes gewoon ook nog eens niet zoveel gebeurt, weet je. En dat was deze week voor mij heel duidelijk. Met die halving en zo... Ging dat eigenlijk allemaal nog wel? Was het nog wel interessant? En was corona inmiddels ook alweer een maandje of twee in het land? Weet je, dat viel allemaal nog wel. Ja, en nu weet je met al die dingen die er achter elkaar gebeuren. En dan zo'n week, ja dan... Weet je, ik was bij de Bitcoin Show gisteren. Daar hebben we het daar ook een uur over gehad. Terwijl we ook 3 nieuwtjes hadden. En we dachten van, hoe gaan we dit volpraten? En weet je, dus dat is misschien ook nog wel een verklaring voor waarom het zo leeg voelt, om het zo maar te zeggen. Of zo insignificant of zo onbelangrijk. Ja. Ja, het zal ongetwijfeld ook wel een bijwerking zijn van de coronacrisis, hoor. Er wordt heel veel... Het kan heel goed zijn dat er ook bepaalde signalen niet meer worden uitgezonden, om even in het metafoor te blijven hangen, in die analogie. Of simpelweg overstemd raken. Je ziet ook dat dingen pas weer aandacht krijgen als ze echt extreem zijn. En neem afgelopen week met wat er gebeurd is in de VS. Dan hebben we nu ineens, en ik denk terecht dat daar heel veel aandacht naar uitgaat. En dat overstemt de coronacrisis. Nou, hoe lang dat blijft, dat is natuurlijk de vraag. Maar er zijn weinig andere dingen de afgelopen maanden die echt aandacht hebben gekregen. Neem een vraag als, joh, wat gebeurt op de beurzen? Zien we daar spectaculaire dingen? Ja. Nou ja, behoorlijke recoveries, toch? Ja, ja, dat is op zijn minst opvallend, toch? Alleen om nou te zeggen dat het breed uitgemeten wordt of dat dat aandacht krijgt. Ja, ja. Het is allemaal een beetje in afwachting, hè? Ik heb heel veel dingen van, we moeten het even zien. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk in vorig jaar zomer uitgebreid over die komende recessie geschreven. Ja. En toen in januari, toen zag je het voor je ogen voltrekken met de vraaguitval of de productie die geblokkeerd werd naar China. Toen kreeg je in maart die onwijze crash van alle assets all over the place, de liquidity crisis. En nu is het even de vraag... Hoe gaat het hele corona-verhaal de economie raken? En we weten het eigenlijk nog niet. En zo geldt voor heel veel dossiers dat we nu eigenlijk even moeten afwachten hoe het zich ontvouwt. Dat is mijn gevoel vooral. We zitten gewoon eigenlijk met z'n allen, ja, nu moeten we het eventjes zien gebeuren. Ah, je hupt van ramp naar ramp eigenlijk, hè? Je hebt een ramp rondom racisme dat nu de aandacht krijgt. We hebben de ramp van het coronavirus wat doorlopend aandacht heeft gekregen en wel over zijn piek heen is, maar nog wel heel erg veel aandacht opeist. Kijk, als nu de economie, als de beurzen nu compleet kelderen, misschien nog wel harder dan wat we in 2008 hebben gezien, dan zal dat ongetwijfeld ook heel breed uitgemeten worden. Alleen het lijkt alsof die aspecten, zeg maar, van al die systemen eromheen, zeg maar, van, het is een super complex gebeuren, de hele wereldeconomie, de gezondheidszorg, alle sociaal-maatschappelijke aspecten rondom coronacrisis. En een heel groot deel daarvan staat inderdaad in hibernation. Van het wordt omhoog gehouden. En wat gaat er nu gebeuren? Het is een recovery. Ja, nou ja, oké, het lijkt wel in orde. Is het in orde? Ja, ik denk, weet je, wachten. De aandacht gaat nu uit naar andere dingen. Maar goed, ja, dus dat even
ja, waar kwamen we vandaan? Dat is de vraag van hoe zat het met het signaal en de ruis en zo. Is er veel te vertellen? Nou ja, en daar begon ik mee. Ik wilde het ook niet te dramatisch maken. Want we hebben eigenlijk elke week wel interessante dingen te melden. En interessante onderwerpen. En dat vind ik het mooie. Zeker het mooie van wat er bij Bitcoin gebeurt. Is dat er altijd, wordt altijd doorgebouwd. Die ontwikkelingen gaan gewoon verder. Ook de laatste release weer, die versie 0.20, die 20ste iteratie, hebben weer meer dan 100 mensen aan meegewerkt. Er zijn weer 500 pull requests verwerkt. Weet je eigenlijk wanneer het een alpha versie wordt? Of is dit gewoon, blijven we hier nog 30 jaar doorgaan en dat we nog steeds kunnen zeggen, ja, het is nog in beta, het is al zo wordt goed. Wordt het ooit een 1? Wordt het ooit een versie 1? Ja, precies. Ja. Nee, alpha is instabieler, hè? Dus je hebt eerst alpha, dan beta en dan productie. Oh, sorry. Dan wanneer gaat het productie? Ja. Wanneer wordt dit de productieversie? Ja, ik meen in podcasts wel eens gehoord te hebben dat wat core developers daarover zeiden van we willen daar nog geen 1.0 van maken omdat we nog niet dat we nog niet willen dat mensen daar dat er die er onbesuisd ingaan. Ja, je signaleert daarmee een beetje, je geeft het signaal af van jongens, kijk wel een beetje uit, want het is nog steeds wel experimentele fase eigenlijk waar we in zitten. Ja, klopt. Ja. Ik neem aan dat ze semantic versioning gebruiken en dat het nog met een 0 start, dus 0.20.0 zitten we nu. Dat betekent wel dat je nog in een fase zit van de initiële ontwikkeling. Dus 11 jaar na lancering. En per definitie, dus volgens die standaard, betekent het ook dat alles nog kan veranderen op een willekeurig moment. Dus de publieke API, dus hoe programmeurs kijken naar de client, die zou niet als stabiel beschouwd mogen worden. Dus op zich, het is best een interessante vraag. Wanneer gaan we naar de eerste major version toe? Nou, ik vind dat we dat wel gewoon mogen doen. Ja, dus ja ik snap die vraag gaan wij stellen aan Sjors. Sjors, ik weet dat je luistert. Want dat, ja. Weet je. En als je het niet luistert, dan wist ik het niet blijkbaar. Maar waarom is het nog steeds... zeg gewoon... Jij bent daar de lead developer, hoppakee. Naar productie met die zooi. Weet je, ik chargeer natuurlijk een beetje, maar... ik snap het wel, experimenteel, bla bla bla. Ja, dat blijft het, want Bitcoin is nou eenmaal het eerste van zijn soort, weet je wel. Dus ook al ga je nog 10 jaar ermee door, dan nog zal je waarschijnlijk voor het eerst tegen dingen aanlopen die nog nooit daarvoor tegengekomen zijn. Dus hoewel ik het argument wel begrijp en het wel logisch klinkt, blijf je dit tot het einde der tijden houden. En blijft dan tot het einde der tijden een soort van beta-versie, maar... Ja, maar eerst een soort is denk ik niet. Het is meer het gevoel, het is nooit af. Dus dat als eerst is een soort. Het zegt dus niks. Ja, en het is nooit af. De eerste streamingdienst, ik weet niet veel welke dat is geweest, of Kazaa is ook al dat soort gekke shit, is ook gewoon volledige versies geweest. Dus meer, ik krijg het gevoel van dat ze willen laten zien, inderdaad, het is gewoon niet af en misschien ook wel nooit af. Door niet die volledige nummers te pakken. Ja, dat zou op zich mooi zijn. Dat zou nog wel een mooie twist. Dat zou ik nog wel een mooie twist vinden, inderdaad. Ja, misschien zit er een mooie anekdote achter. We gaan het horen. Sjors. Hey, maar hoe zit het met die bit? Wat is er nu geüpdate? Want ik zie verschillende dingen. De core en het netwerk, hoe zit dat dan? Jij hebt er toch iets over geschreven, Peet? Ja, ik heb er vandaag een artikel over geschreven. Ja, maar dat ging over één stukje van de nieuwe release. Misschien is het wel aardig om even naar de release als geheel te kijken eerst. Ja. Heeft iemand een lijstje van de belangrijkste wijzigingen bij Ja, dan? Dat heb ik. Maar daar werd ik niet direct... Het was niet heel super spannend of zo, weet je wel. Maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Alleen dat maakt natuurlijk wel wat minder. Kijk, als we het over die... We hebben het hier over Merkle Roots gehad en Snor Signatures. En gisteren in de Bitcoin Show hadden we het over een of andere coinswap methode... om weer anoniemer transacties te kunnen doen... waarvan je niet eens meer kan zien dat ze geswapt zijn. Hè? Dus dat was best wel vette implicaties, kan je daarbij bedenken. Ja, dat zit hier niet in. Of in ieder geval niet zo expliciet. Het was vooral code opschonen, code beter schrijven, dat soort dingen. Dat het allemaal wat stabieler en beter is. Betere hardware wallet integratie met Bitcoin Core. Volgens mij vooral dat moest vanuit
Hoe heet het ook alweer, als je geen grafische interface hebt, die shit waar je in tikt. Vanaf de command line bedoel je? Ja, precies. Dat de RPC. Dat moest vanuit de command line en dat kan nu vanuit, volgens mij met een klein omweggetje, via de grafische interface. Dus dat was dan beter. En het netwerk zou stabieler moeten, of reliability, dus het is niet stabieler, maar meer, wat is reliability in het Nederlands? Betrouwbaar, ja, precies. Dus het netwerk zou betrouwbaarder moeten zijn. En volgens mij valt daar ook het stukje onder waar jij dieper in bent gegaan. Maar dit waren een beetje de drie hoofdpunten. Dus het was niet... ja, precies. Niet, maar moet je deze nou installeren? Word je dan buitensloten van het netwerk? Of is het meer... je kunt ook een oudere versie draaien. Er zit niet een critical fix in of weet ik veel wat. Nee, dat klopt. Je hoeft niet te upgraden. Je kunt ook een oudere versie gebruiken. Maar in principe, over de hele linie heen, er staat ook in de release notes, old wallet versions of Bitcoin Core are generally supported. Ik kan je daar de details niet van geven, maar het is niet zo dat upgraden verplicht is. Oké. Ik zal eens kijken binnenkort wat er met mijn node gaat gebeuren. Wordt dat gepusht, denk je dan? Nou ja, weet je, ik heb nu ook een versie van Bitcoin Core gewoon draaien, volgens mij. Voor zover ik weet. Ik zal eens kijken, ik weet het, dat moet wel volgens mij. Dus ik zal eens kijken. Ik bedoel, de rest wordt ook allemaal, als ik in die release notes van mijn node kijk, worden daar constant alle troep die erop draait, wordt geüpdate. Dus dat zij verwachten dat het hier ook bij gebeurt. Maar goed, ik moet zeggen dat dit voor mij ook een beetje... dat ik hier mijn eerste kinderstapjes in gezet heb de afgelopen maanden. En dat soms nog een beetje zoeken is. Maar goed, Peter, wat had jij geschreven over de Erebus? Ja, daar zal ik even op ingaan. Het klinkt als een Harry Potter... het is een stomme grap. Harry Potter bezem, weet je wel? Waar ze die zwerkbal op spelen. Wat is daarmee? Dat Erebus, zo klinkt dat. Maar goed, het is waarschijnlijk wat anders. Erebus. Hey, Erebus. ik denk dat het Erebus is. Maar een van de dingen die ik nog zag in die changelog was dat Bitcoin Core niet meer afhankelijk is van OpenSSL. Ik denk dat dat nog wel echt een grote mijlpaal is voor Bitcoin, zeg maar vanuit technologisch perspectief. En waarom dan? Nou ja, omdat je met OpenSSL, dat is een cryptografische library die je codebase intrekt. Het gaat om een enorme bak met code die je niet zelf beheert, waar je van aanneemt dat het veilig is. Maar dat zijn dus gewoon dat is een risico dat je daarmee neemt. En dat risico is nu weg in één klap. Nou, dat is wel een grote stap. En in het verleden is er ook wel een keer een kritieke bug geweest als gevolg van het gebruik van OpenSSL. Dus nou, weet je, dat risico is nu weg. Maar is het vervangen door iets dan? Want iets weghalen wat OpenSSL is? Nee, ja, tuurlijk. Zeg maar, wat ze met OpenSSL deden, daar is een alternatief voor. Maar OpenSSL is zou ik kunnen zeggen, van zijn grote library. En daar werd een klein deel van gebruikt. Klein specifieke functionaliteit. En dat doet Bitcoin nu dus zelf. En waar ik over had geschreven was Erebus. Dan moet ik eigenlijk even... Want jij introduceerde het anders. Jij zei van er zijn wijzigingen toegepast aan in Bitcoin Core... die een bijdrage levert aan de betrouwbaarheid van het netwerk, hè? En ik vond het wat ik vreemd vond, hè, wat ik even niet helemaal snapte. Toen ik in de changelog keek van die de release notes eigenlijk... En heb ik even gecontroleerd F op de Erebus. En die vond ik dan weer niet terug. Dus ik weet niet waar jij die vandaan gevogeld hebt. Nou ja, als staat je het wel? Of heb je gewoon een soort van Lorem Ipsum generator gebouwd daarbij? Lekker nee, het is, ik denk dat het Latijns, ik weet niet precies. Het is de naam van een vlinder. Daarom is het plaatje bij het artikel ook een vlinder. Het is een nachtvlinder met grote uilenogen erop. Ik denk dat ze hem daarom... die afbeelding gebruikt hebben. En dat is weer een verwijzing naar waar die aanval voor staat. Het gaat namelijk in feite over een man-in-the-middle attack. Ja. En dat heb ik niet verzonnen. Er is in 2019 een paper geschreven door onderzoekers van de Nationale Universiteit van Singapore. En zij beschrijven een complexe manier om...
een aanval uit te voeren op het Bitcoin-netwerk. En dat varieert van het isoleren van één node tot een heel cluster van nodes. En dat zet de deur open voor best wel impactvolle gebeurtenissen. Denk aan een 51% aanval, double spends, het misbruiken van de rekenkracht van andere miners enzovoort. Dus het gaat best wel ver. Nou, en ik denk dat het goed is om dat even van begin tot eind toe te lichten, want dat is best wel complex. Ik vond het in ieder geval een gecompliceerde paper. Het is heel technisch allemaal. Maar laten we gewoon even doorheen lopen. Eens? Ja, ga je gang. I'm all ears, you know. Yes, yes. Oké, nou, eerst even voor de goede orde. Misschien dat het onduidelijk is voor sommige luisteraars. Dus wij spreken vaak over Bitcoin. En onder die noemer vallen eigenlijk twee dingen. Dus je hebt Bitcoin, het netwerk. Het netwerk dat gewoon autonoom draait. En daar zijn computers mee verbonden. En die computers hebben software nodig om te verbinden met dat netwerk. En dat noem je een Bitcoin client. En in het begin vielen die beide dingen onder de term Bitcoin. In 2014 is dat gesplitst omdat het onduidelijk was. Bitcoin was de naam van het netwerk en Bitcoin Core is de naam van de client die aanvankelijk door Satoshi geschreven is. De client om dus mee te verbinden waarmee je een full node draait. Dus een node is een computer die is verbonden met het Bitcoin netwerk. Hij wordt ook wel de Satoshi client genoemd, omdat Satoshi degene is, omdat dit voortborduurt op wat Satoshi geschreven heeft. En het Bitcoin netwerk is één ding en je hoeft niet per se de Bitcoin Core client te gebruiken om met het Bitcoin netwerk te verbinden. Je zou best je eigen client kunnen schrijven. Je kopieer je bijvoorbeeld Bitcoin Core. Dan maak je Binance Bitcoin client van. En dan ben jij de enige gebruiker van Binance Bitcoin client. Nou, en dan is dat hetgeen waarmee je verbindt. En dan kan je zelfs nog dingen gaan proberen die eigenlijk niet mogen. Maar dan zal je zien dat alle andere deelnemers van het netwerk zeggen van, hey, de transactie die je wil uitvoeren, die weigeren we. Want die voldoet niet aan het protocol. Nou, weet je, dus we hebben Bitcoin Core, de client, en we hebben Bitcoin het netwerk. Waar we het nu dus net over hebben gehad, die versie 0.20.0 gaat over Bitcoin Core. Dat is dus de client software om te verbinden met het netwerk. In die context is inderdaad iets verbeterd aan de betrouwbaarheid. Aan de manier waarop al die computers die nodes met elkaar verbinden. Nou, laten we eerst even daar op ingaan, voordat we verder gaan op hoe die aanval werkt. Dus dat Bitcoin-netwerk is een decentraal netwerk, dus je kunt je computer ermee verbinden. Vanaf dat moment noem je je computer een node, gewoon een knooppunt in het netwerk. En jouw computer die kan dan, afhankelijk van de software die je gebruikt, maar Bitcoin Core, die staat dan toe dat je met 125 andere computers mag verbinden. Dat zijn dan collega-nodes. Dus, en dat noem je dan peers. En daar komt dat komt uit de context van een peer-to-peer netwerk. Dat ken je misschien wel van de tijd dat je BitTorrent gebruikte of andere dingen die eigenlijk niet mochten. Wat is het idee? Jouw computer, die node, die heeft nu vriendjes gemaakt, die heeft peers. En met die peers gaat hij praten, gaat hij zelf doen en gaat berichten uitwisselen. Bijvoorbeeld, hey, ik ben online of hey, ik wil een nieuwe transactie versturen. Of hey, ben jij nog online? Nou, weet je, er zijn allerlei soorten berichten. Die zijn allemaal uitgeprogrammeerd, dus het is niet zo dat hij zelf zijn taal verzint. Dat is een protocol. Er zijn afspraken over gemaakt. Het is belangrijk dat iedere computer met een willekeurige set andere computers verbindt. En niet elke keer met dezelfde of met computers dicht bij jou in de buurt. Of met één computer. Of dat iedereen met 8 dezelfde computers verbindt. Nee, het moet willekeurig zijn. Het moet zo verspreid mogelijk zijn. Dat is het decentrale aspect van het netwerk. Dat heeft namelijk is essentieel daarvoor. Want als dat zo is, dus als die verdeling random is, als dat goed gedistribueerd is, geografisch ook, dan kan er dus de facto niemand de baas zijn, want er is niemand die communicatie controleert. Niemand kan beslissen
wat voor berichten het netwerk overgaan. Niemand kan beïnvloeden of zo'n bericht wel of niet goed is. Want er is altijd wel bijvoorbeeld als Wijnands een nood zegt van hey, ik heb een berichtje voor jou, maar ik geef hem lekker niet door. Zijn er altijd nog andere computers die het berichtje wel doorgeven. Dus dat maakt maakt het netwerk super robuust. Hey Peter, kan ik daar heel even, ja. Je hoeft er niet heel diep op in te gaan, maar is dat ook zo in de praktijk? Dus mijn Bitcoin node die staat met een, kan zomaar eens met een node uit Japan of China of Rusland of whatever. Is het in de praktijk ook zo? Ik snap dat dit een theorie is. Daar heb ik nooit gecheckt bij mijn eigen node, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of ik het überhaupt kan zien, maar. Dan kom je eigenlijk op het onderwerp van hoe kiest een Bitcoin node zijn peers? En dat staat allemaal beschreven. Dat is een redelijk ook weer een technisch verhaal. Dus zodra jouw node online komt, dan ontvangt hij een lijst van IP-adressen. En die IP-adressen gaat hij proberen mee te verbinden. En hij doet dat niet gewoon simpelweg van boven naar beneden of zo. In principe worden de IP-adressen willekeurig uitgekozen. En als hij er een heeft succesvol is verbonden, wordt hij opgeslagen. En dat wordt gecategoriseerd gedaan. Volgens mij staan 16 bits van het IP-adres vast. En daarmee wordt een groep van IP-adressen gezien als van binnen deze range van IP-adressen heb ik nu een node. Daarbinnen mag er geen andere meer vallen. De volgende die probeert het ermee verbinden, nou ja, waarschijnlijk als die dus in diezelfde range valt, dan skipt hij hem. Want dan vindt hij dat ze te veel op elkaar lijken. Laat ik het zo maar even simplistisch zeggen. En dan pakt hij de volgende. En zo gaat hij door totdat je maximaal 8 uitgaande verbindingen hebt opgezet. En maximaal 117 binnenkomen. Of de rest eigenlijk. Het kunnen er ook meer dan 117 zijn. Alleen dan heb je te weinig ruimte voor de 8 uitgaande verbindingen. Dus zo gaat het. Dus het hoeft niet per se perfect geografisch verdeeld te zijn. Maar er zit wel een mechanisme in om te voorkomen dat je te veel nodes in dezelfde range dat je daarmee verbonden bent. Ja, oké. Okay. Makes sense. Nou, en op zich een hele goede vraag, want dat staat eigenlijk centraal aan die aanval ook. Dus we komen nu bij dat Erebus. Dat is de naam van de aanval die dus beschreven is door die wetenschappers van de Universiteit van Singapore. En ik denk dat een pagina of 12 is erin te uitleggen. Dus het is een last. Ik vond het een heel lastig artikel om te schrijven en om het toegankelijk te houden voor mensen zonder IT-achtergrond. Je moet het zo zien. De hele simpele versie ervan is dat een kwaadwillende speler gaat proberen. Als die kiest een node, bijvoorbeeld als die weet van nou, die node van Wijnand, daar staan toch wel lekker wat bitcoins op. Ik wil zijn node manipuleren. Ik wil dat die node gaat doen wat ik wil. Maar hoezo staan die bitcoins bij mij dan? Je bedoelt de key of zo, die heb ik daarop geslagen? Bijvoorbeeld, ja. Of neem een bekende een node van Binance of iets dergelijks. Ja, kijk, ik denk inderdaad, die bitcoins staan niet op jouw node, maar je hebt natuurlijk wel die grote bedrijven, die gebruiken die node wel om de transacties te maken en te versturen naar het netwerk. Dus stel, Binance heeft een eigen node, die gaan hun cold wallet storage veranderen, dus die gaan een transactie signen. Dat doen ze met hun eigen wallet, maar daarna verzenden ze met hun eigen node. En als jij dat kan onderscheppen, daar zou je wel wat mee kunnen. Maar goed, dat laat ik verder aan Peter over. Het gaat erom dat de communicatie vanaf die node, dat die onderschept kan gaan worden. Dus het is inderdaad zo, er staat niks op een node. Er staat ook niks op een adres of zo. Dat zijn, in die zin zijn dat leken termen, analogieën, zodat we het wat beter begrijpen. Maar ja, Bert? Je had het net over dat je, als je het voor het eerst opstart, dat je dan aan IP-adressen moet komen van peers. Ja. Dat is natuurlijk een best interessant probleem. Hè? Hoe los je dat nou op? Want je wil ook niet een lijstje met peers meesturen met de code.
Dat is een seed note volgens mij. Ja, en dat hebben ze gedaan door DNS records daarvoor te gebruiken. DNS is het systeem wat internet gebruikt om van een domeinnaam naar IP-adres te gaan. Dus als je naar een website toe surft, dan surf je altijd naar een domeinnaam, naar een URL, dus een domeinnaam in. Maar het echt internetverkeer gaat tussen jouw IP-adres en het IP-adres van de server waar die domeinnaam op uitkomt. En om die conversie te maken van een domeinnaam naar een IP-adres gebruiken we DNS-servers, Domain Name System. En dat systeem gebruikt Bitcoin dus ook om jou het allereerste lijstje met IP-adres te geven. En wat wel aardig is, ik kan het wel eventjes laten zien. Er zijn vast ook mensen die via YouTube kijken, die kunnen dan meekijken. Ik ken ook een paar mensen die nu hun haar uit hun kop trekken. Oh, jij valt helemaal weg bij mij, Bart. Ja, dat gebeurt als je die... als je dat, een soort... Bas en Adriaan, die robot. Robin. Ja, Robin de robot. Ja, het gebeurt als je naar beeld switcht. Een glitch in Rotterdam, denk ik. Het gebeurt als je naar beeld switcht. Wil iemand even met zijn voet van de netwerkkabel naar Rotterdam toe afgaan? Ja, jongens, ik zeg wel gewoon niks. Hij heeft net een nieuwe automatische rails geïnstalleerd. Dus misschien ligt het daarin, stoort. Maar weet je, Bart komt vast weer in de lucht. Ik ga even... Hoor jullie mij niet dan nu? Hey, hallo. Is hoe dat dan werkt. Je kunt namelijk in de terminal, heb ik even openstaan, kun je via een commando kun je opvragen. Dit is een van die seed servers van Bitcoin. seed.bitcoin.sipa.be. En daar kun je aan vragen. Doe mij dan eens geef mij even antwoord op de vraag van welke... welk IP-adres hoort er bij jouw domeinnaam? Dat is eigenlijk wat je vraagt. En hij geeft een aantal antwoorden. In dit geval komen er, nou wat zullen het zijn, een stuk of 30 antwoorden uit. Dat zijn allemaal IP-adressen. De bovenste is 54.39.94.188. Maar als ik nog een keertje exact hetzelfde commando geef, dan komen daar dus andere IP-adressen uit. Mm-hmm. Als ik nog een keer doe, krijg je weer een ander lijstje. Dus elke keer dat je aan die server vraagt, mag ik het IP-adres, want dat is normaal gesproken het antwoord, het IP-adres bij deze domeinnaam, dan geeft hij jou gewoon een lijstje met, nou ja, misschien is het wel random, hè? Ik weet niet, misschien is het een algoritme achter, dat weet ik niet, maar in ieder geval geeft hij dus een zootje adressen en jouw node, die dus nu voor het eerst opgestart is, die gaat dus deze IP-adres gebruiken om contact mee te leggen, om zijn eerste stapje in het grote wereldwijde Bitcoin-netwerk te zetten. En die verbindt dus met deze adressen. Ja. En vervolgens gaat hij, zoals Peter net uitlegde, ervoor zorgen dat er niet te veel dicht bij elkaar zitten. Wat mij opvalt aan deze adressen, dat die IP-adressen ook allemaal erg verschillen. Dus misschien doet die seed-server dat ook al, hè, als eerste stapje. Zo werkt dat dus. Dus dat is wel even grappig om te voorkomen dat je dus in de broncode een hard lijstje met IP-adressen gaat meesturen. Dat is natuurlijk super riskant, want als die dan worden aangevallen of gevangen, dan is het netwerk helemaal at risk. En hier zit dus dit achter. En dat is wel... Dit kun je nog eenvoudig even kunnen trace om te kijken waar valt deze IP, in welk domein, bij welk land hoort dit. Best wel interessant om te kijken inderdaad, wat is de geografische onderscheid wat hier gemaakt wordt. Best wel interessant om misschien te testen. Het zal vast ergens gedocumenteerd staan, maar... Ja, waarschijnlijk wel, ja. Eindig. Nou, ga door. Ja, cool. Ja, hey, dat is leuk, weet je, ja. Dit zijn dus die seed servers die... Horen jullie mij nu weer, trouwens, of niet? Ja, we horen je weer. Oké, ja, volgens mij gebeurt als Bert zijn scherm deelt, dan gaat er in één keer zoveel data over de lijn hier, dan weet ik ook niet wat er gebeurt. Maar goed. Zit je op de wifi? Nee, toch? Nee, tuurlijk zit ik niet op de wifi. Ik heb alles hier bedraad. Ik zit zelf in een draad in mijn achterhoofd, dus dat... Nee, ja, dus ik weet niet. Matrix. Ja. Ja. Maar goed, ga verder. Ja, we gaan verder. We weten nu hoe een node net is opgestart verbinding maakt. Dus die krijgt een lijstje van IP-adressen. Die gaat IP-adressen proberen en hij zet verbindingen op met andere nodes in het netwerk. Dat zijn zijn peers en dan gaat hij praten en dan functioneert hij als volwaardige node in het netwerk. Hij gaat dingen controleren. Hij doet werk, ze. En hij is nuttig bezig. Nou, nu is er een aanvaller. En heel simpel gezegd, zijn doel is om die verbindingen die een specifieke node die hij uitgezocht heeft, waarvan hij zegt van nou, daarvan wil ik de communicatie onderscheiden. Die van Wijnand hadden we gekozen. Die van Wijnand, super belangrijk. Die wil ik gaan isoleren. Hij wil die verbindingen die hij heeft opgezet, eigenlijk
ja, gaan herleiden zonder dat ze herleid zijn. De route aanpassen zonder dat het merkbaar is dat de route is aangepast. Zodanig dat de verbindingen nog wel uit lijken te komen bij goedaardige andere nodes. Dus Wijnandse node denkt van, nou, ik ben nog steeds verbonden met goede, lieve, goedaardige peers. Zijn gewoon nog mijn vrienden. Maar toevallig, is natuurlijk niet toevallig, komt het pad, is het pad die door de pakketjes gegevens wordt genomen, komt iedere keer precies langs die aanvaller. En op het moment die aanvaller lukt om alle verbindingen van Wijnands node naar andere nodes toe te leggen, waarvan het pad allemaal langs hem komt, heeft hij hem. Dan gaat vanaf dat moment gaat namelijk alle communicatie van Wijnandse node eigenlijk via langs, is dus beïnvloedbaar. Ze zijn allemaal verbonden namelijk met die aanvaller, alleen dat weet Wijnandse node niet. Via die aanvaller. En die kan dus beslissen bijvoorbeeld om alle communicatie van Wijnand gewoon te droppen. Hij bestaat niet, want wordt Wijnand gecensureerd. Ik wil een transactie doen, maar het kan niet. Het lijkt het wel te werken, maar er gebeurt niks. Maar bijvoorbeeld als het om een miner gaat, zou die ook de rekenkracht van die miner voor zichzelf kunnen gebruiken. En als die maar genoeg miners heeft, dan heeft hij dus niet eens 50% van de rekenkracht nodig om toch... heeft hij dus niet een meerderheid van de rekenkracht zelf nodig om toch een 51% aanval uit te voeren. Want hij gebruikt gewoon de rekenkracht van bestaande miners. Het is dus een manipulatie van de berichtgeving onder water op zo'n manier dat het niet goed te zien is. Dat het eigenlijk niet te herkennen is. En dat komt omdat de aanval gebruik maakt van hoe het internet werkt. Het heeft niks te maken met Bitcoin. Bitcoin kan er op zichzelf niks aan doen. Die maakt gebruik van een bepaalde netwerkarchitectuur en daarin zitten niet bugs of iets dergelijks die de gaten verzorgen voor het bestaan van deze aanval. Het slechte nieuws is, het zet de deur open voor impactvolle hacks, gebeurtenissen. Dus het consensusprotocol kan er wel echt misbruik, mee door de mand vallen. Eigenlijk. De integriteit van het netwerk staat op het spel. De off-chain protocollen zoals het Lightning Network, die kunnen aangevallen worden. Bijvoorbeeld dat het sluiten van betalingskanalen niet meer kan. Of dat iemand met het geld van zijn slachtoffer er vandoor gaat. De beschikbaarheid van het netwerk kan in het geding komen als je echt een invloedrijke aanvaller hebt. Dan zou je alle communicatie kunnen uitoven enzovoort. Ja. Peter, mag ik een vraag hierover stellen? Hè? Want wat jij zegt is een heel geleidelijk proces waar de aanvaller eigenlijk netjes meewerkt totdat hij alle touwtjes in handen heeft. Dus als Wijnand geld naar mij wil sturen of een transactie naar mij wil sturen en die aanvaller zit er al tussen, maar Wijnand zijn node heeft ook nog een verbinding met Bert zijn node en nog met jouw node en whatever, dan zal hij die transactie van Wijnand naar mij gewoon netjes doorgeven. Totdat hij ook het lijntje van Wijnand naar jou en Wijnand naar Bert heeft. En dan kan hij iets... Hij kan direct al... Stel het doel is om Wijnand te censureren, zou hij direct al kunnen censureren. Dat heeft Wijnands nood verder niet door. Nee, maar hoezo... Ja, maar Bert zijn nood wel. Weet je, het gaat er toch om dat je alle uitgaande... alle peers moet hij toch tussen zitten? Dat leg je net uit. Nee, hij hoeft niet tussen alle peers te zitten. Nee, het punt is, hij zit niet tussen peers. Wijnands node, die denkt dat hij verbonden is. Stel, versimpel het even. Wijnands node, die is verbonden met 10 goedaardige andere nodes. Ja. Of 5 goedaardige andere nodes. Ja. En wat die aanvaller gaat doen, is die gaat kijken. Die gaat op onderzoek van, dat noemen ze stealth IP addresses. Die gaat kijken naar hoe kan ik Wijnands node zo manipuleren dat hij met IP-adressen gaat verbinden, waarvan ik weet dat als Wijnand ermee gaat verbinden, dat de pakketjes langs mij komen. En in werkelijkheid, als dat gebeurt, is Wijnands node niet verbonden met een andere node, maar met de aanvaller. Alleen dat is niet zichtbaar voor Wijnands node. Ja. Dus die denkt nog steeds dat hij met 5 nodes verbonden is, maar in werkelijkheid is het er 1. Ja, oké. Maar naarmate dat proces vordert, dat is een proces van tientallen dagen, want dit is dus niet een knop wat even omgezet kan worden.
Dit gaat diep in op de manier waarop Bitcoin werkt en op waarop het internet werkt. Dus dit is dus daadwerkelijk een gecompliceerde en complexe aanval. En kan ook niet gedaan worden door de eerste de beste WizKid. Je hebt echt toegang nodig tot essentiële kritieke lagen infrastructuur van het internet. Daarom beschrijven de onderzoekers ook als potentiële gebruikers van deze aanval bijvoorbeeld nazistaten. Of hele grote internetdienstverleners die toegang hebben tot, of als beheerder fungeren van wat ze noemen autonome systemen. En dat zijn systemen die betrokken zijn bij wat techneuten padbepaling noemen. En dus hoe de pakketjes, datapakketjes hun weg op het internet zoeken. En als je daar inzicht in hebt, alleen dan kun je namelijk weten. Kun je iets zeggen over wat er gebeurt als Wijnand met een bepaald IP-adres verbindt? Want je moet namelijk weten hoe die pakketjes gaan lopen. Mm-hmm. Je moet inzicht hebben in die bewegingen. En pas dan kan je het gaan manipuleren. Dus dit is niet iets wat... hele kleine kans dat het überhaupt al een keer ingezet is. En het is ook niet iets dat even gebruikt kan worden. Dus dit is... Maar het is altijd een aanval op een persoon of een instituut, niet zozeer op het netwerk aan zich, want die zal gewoon blijven draaien en de pakketjes juist versturen, toch? Ja, is het schaalbaar tot het hele netwerk? Hoe groot is dit in potentie dan? Ja, in principe kan, zeg maar, in theorie zou het hele netwerk op deze manier platgelegd kunnen worden, ja. Dat zou kunnen. Maar dan heb je het wel over een echt heel grootschalige aanval. Dan zou je haast... samenwerking verwachten tussen de beheerders van die autonome systemen. Hier zit weer een heel rabbit hole onder van hoe van de architectuur van het internet. En ja, een beetje vergelijkbaar met dat er een heel rabbit hole achter de stopcontact zit met hoe stroom geleverd wordt. Daar zit ook een heel wereldje omheen van hoe dingen werken, waar je eigenlijk... Waar niemand je echt bewust van is. En dit zit heel diep in het rabbit hole van beheerders van de infrastructuur van het internet dat wij gebruiken. Wat dus in werkelijkheid eigenlijk allemaal verschillende netwerken zijn. Die op de een of andere manier toch met elkaar verbonden zijn. En daar zitten groepen tussen. En het zijn niet eens altijd formele groepen. Het zijn soms ook samenwerkingsverbanden. Het kunnen bedrijven zijn. Die beheren, daar zit een stuk beheer van die infrastructuur bij. En er zit dus ook zo'n vage term omheen als een autonoom systeem. Maar goed, als we dat een leuk onderwerp vinden, zouden we daar eigenlijk een losse podcast over moeten maken. Maar het goede nieuws is dat het gefixt is. Nee. Oh. wat wel interessant is, even tussendoor, voordat je Peter dit antwoord toelicht. Wat Peter beschrijft, hè, zo'n man-in-the-middle attack, dat is eerder gedaan. En dat kan eigenlijk ook veel makkelijker dan dit, namelijk door te gaan rommelen met BGP, Border Gateway Protocol. Dat is het protocol waarmee stukken van het internet tegen elkaar zeggen welke IP-adressen bij hun stuk horen. En dat zijn vooral de hele grote internetproviders die daarmee eigenlijk, of internetproviders of netwerkproviders, die daarmee met elkaar daarover praten. Dat is alleen zichtbaar. Het aardige van deze aanval is, in tegenstelling tot een BGP-hijjack, dat het onzichtbaar is. Het is niet detecteerbaar. En dat maakt hem zo sneaky. Dus dit kan plaatsvinden. Het nadeel van deze aanval is dat het veel langer duurt dan een BGP-hijjack, maar het gebeurt wel stealthy. Dus men heeft niet door dat dit gebeurt. En daarom is het wel heel interessant om dit te fixen, want het verschil met het meeste wat op internet plaatsvindt, is dat het bij Bitcoin potentieel om miljarden dollars gaat en niet om een site of wat informatie. Zo'n aanval is natuurlijk net zo voor heel veel andere dingen potentieel ook mogelijk. Alleen bij Bitcoin gaat het ineens om zoveel waarde dat dit type aanval, wat heel veel tijd en heel veel dat heel bewerkelijk is, dat ineens de moeite waard wordt om dat te gaan fixen. Maar is het nu gefixt, Peter? Nice. Ik hoorde van niet, Bert, maar het was in de wandelgang, hoor. Even kijken hoor. Nee, het is... Nou, je moet het zo zien. Dit is
op het gebied van veiligheid heb je, net zoals met de strijd tussen autoriteit en witwassers in criminaliteit, heb je op dit front heb je ook een kat-en-muisspel. Iets is niet 100% veilig of 0% veilig. Het is niet een aan-uit. Dus wat je in deze context ziet, is dat je voor zeg maar, de manier waarop deze aanval uitgevoerd kan worden, daar kun je tegenmaatregelen voor nemen. En die maken het uitvoeren van de aanval lastiger. En het doel is om de drempel zo hoog te maken dat het uitvoeren van zo'n aanval eigenlijk niet meer interessant is. Omdat de kosten niet meer opwegen tegen de baten. Nou, die onderzoekers die beschrijven 4 potentiële tegenmaatregelen. En daarvan is er nu eentje als alpha, zoals, of beta, of in ieder geval nog niet. Het staat nog niet standaard aan namelijk. Opgenomen in de Bitcoin Core, in die client. En nou, wat er dus gebeurt, een paar minuten geleden vroeg jij van hoe wordt die verbinding nou gelegd dan met andere nodes? Is dat dan echt geografisch verdeeld en uit Japan enzovoort? Nou, de manier waarop dus die verbinding wordt gelegd, die is aangepast. En die feature, die aanpassing, dat noemen ze AS-map. AS-map. Ja, sorry. Ik vind het altijd wel lekker als ik op je AS-map, maar dit is een AS-map. En AS staat voor autonome systemen, autonomous systems. En map staat voor kaart. Je zou het kunnen zeggen van heel simpel, er is een kaart in kaart gebracht welke IP-ranges bij welke autonome systemen horen. En wat die Bitcoin Core client nu doet, als je AS-map aanzet, dan gaat hij de verbindingen distribueren over verschillende autonome systemen heen. ik zie Bart stuk gaan over AS-map. Ja. Ja, dat is toch wel grappig. ik weet niemand deze, als dit eindigt als obscure feature, niemand gaat het meer vergeten. AS-map. Maar goed, de manier waarop hij dus de verbindingen verdeelt met andere nodes, is dus veranderd. Het is nu niet meer onderverdeeld in arbitraire IP-blokken eigenlijk, daar gaat het om. Maar onderverdeeld op basis van de verschillende autonome systemen. Ik geloof dat er om en nabij 60.000 zijn op de wereld. En door dat te doen, nemen de mogelijkheden voor potentiële aanvallers af. Want ze hebben dan minder IP-adressen tot hun beschikking om te gebruiken als stealth addresses, zeg maar. Om zich mee voor te doen als een legitieme node. En want het is, die hebben ze namelijk nodig. Ze moeten namelijk gaan onderzoeken, daar gaat namelijk die tijd in zitten. Ze moeten onderzoeken welke IP-adressen zitten precies op de juiste plek in het netwerk. Als Wijnand daarmee gaat verbinden, die moet namelijk langs mij komen. In al die hops ken je misschien wel dat als je een trace route gaat maken, van als je gaat verbinden met een website, dan kan je precies zien waar gaat je pakketje langs. Nou ja, en een aantal van die IP-adressen, dat zijn de juiste. Nou, hoe kleiner die set is waar die uit kan kiezen, hoe kleiner de kans dat die aanval succesvol kan uitgevoerd kan worden. Nou, en dit verkleint dus die kans. En zo moet je het zien. Dus de kans is nu kleiner geworden dat er een partij deze aanval kan uitvoeren. Dus het antwoord is nee, het is nu niet onmogelijk. En misschien dat het nooit onmogelijk wordt, maar ik denk wel dat het infeasible, zeg maar, niet interessant gemaakt kan worden. Ja. Nou, en dat het gaat om een optie waarvan het voortbestaan nog helemaal niet zeker is, dat blijkt ook wel uit wat Vladimir van der Laan, de Eindhovense lead maintainer van Bitcoin, opmerkte. Die zei, deze nieuwe optie is experimenteel en kan in toekomstige versies weer zomaar worden verwijderd. Dus nou ja, waarvan acten. En ik denk dat een van de redenen is dat dit diep in de Bitcoin Core software zit en ook best wel op gespannen voet staat met bugfixes die zijn gedaan om een andere aanval onschadelijk te maken. Dus daar zouden we weer dat is ook weer een rabbit hole. Volgens mij heet die Eclipse. Volgens mij was dat een kwetsbaarheid
die uitgebuit kan worden in de vorm van een DDoS. Van het overbelasten van het netwerk. Ik heb dat niet zo paraat. Dat is dan misschien een verhaaltje voor de volgende keer. Wordt een heel vaag verhaal. Wat zei je? Dat is dan misschien een verhaaltje voor de volgende keer. Precies. Maar alleen dat al maakt het interessant. Hè. Dit kom je als programmeur tegen. En zeker met zoiets, met een complex systeem zoals Bitcoin. En dan ga je dus proberen de ene aanval te voorkomen. En dan zie je van, oh, maar dan zit ik nu eigenlijk ook in het domein van een andere aanval. En als ik dit wil fixen, maak ik dat weer potenter. Shit, wat gaan we doen? Nou ja, en dat is een zoektocht. En daarom is het dus ook niet in één keer even aangezet, weet je wel. Dit zijn dingen, die daar gaat tijd overheen. Ja. Nou ja, dus dit hele verhaal ging over een van de bullets van de release van Bitcoin Core 0.20. Nou, top. Jij bent je geld of je gewicht in goud waard, Peet. Want laat mevrouw maar niet horen. Je zet even gewoon een hele aflevering dicht. Dat is top. Nou, jongens, thanks. En tot volgende week. Nee, er zijn nog een paar andere dingetjes die we denk ik ook al willen behandelen. En één ding wat ik even kort aan wilde stippen en daar hoeven we geen hele discussie over te hebben voor de rest. Maar we hadden natuurlijk 2 weken terug hadden we het erover dat we midden... Wow, wie heeft de stofzuiger aangezet? Oh, Bert, denk ik. Dat we hadden het erover dat we midden in zo'n difficulty epoch zaten. We hadden nog een week te gaan of zo, iets in die richting. En dat is nu aangepast en we zijn 10% omlaag gegaan. Dus de difficulty of 9,29% is iets omlaag gegaan. En de hash rate natuurlijk ook, maar die is natuurlijk weer afgelopen dagen juist weer omhoog gegaan. Dus in ieder geval die death spiral waar we het over hadden, daar is nog niet zoveel van te zien. Moet ik zeggen, daar gaan we weer. we hebben de hypothese dat Bart ermee ophaalt als Bert zijn scherm deelt. Ja, dat is geen hypothese hoor. Dat is juist bevestigd. Ja, weet je waarom dat is? Bert? Oh, Bertje. Kijk, weet je waarom dat is? Als Bert zijn scherm deelt, dan komt het in één keer... Dat is in plaats van een 720p-stream... in één keer een soort van full HD die hij eroverheen knalt. Dus dat, dat vindt hij lastig. Ja, maar dat is Bert. Maar waarom trekken wij dat wel goed en jij niet? Ja, omdat ik nog 100.000 verschillende schermen aan heb staan. I don't know wat het probleem is, maar hij heeft het er moeilijk mee in ieder geval. Maar Bert heeft even... Bert gaat het stellen over de... Ja, hij heeft een difficulty chart aangezet, maar Bert zelf is verdwenen. Ja, die staat nog op mute, denk ik. Dat heeft hij namelijk net gedaan om die stofzuiger uit te zetten. Echt, ik denk dat... Het is een drop geweest, hè, naar 13.8T. En wat ik dus wilde laten zien, even visueel wilde maken, is dat we dus ongeveer op het niveau zitten nu van... waar we eigenlijk in maart 2000 en april 2020 ook zaten. En waar we in januari 2020 ook zaten. Dus het is allemaal niet zo heel spannend eigenlijk. En want dat was natuurlijk even de vraag. En dan pakken we de hash rate er even bij. Ja, dat kronkelt natuurlijk. Dat heeft Peter wel eens uitgelegd dat je daar niet al te veel op de individuele kronkels moet letten, maar vooral op een beetje het gemiddelde lijntje. Nou, hier zit geen knopje bij van doe mij maar even een moving average of een smoothed versie. Dus we moeten zelf even dat lijntje wat smoothen. En dan zien we dat we eigenlijk na de halving toch best wel wat omlaag zijn gegaan van, laten we zeggen, zo gemiddeld 120 exahashes per seconde naar rond 90. Nou, dat is dus 25% omlaag, maar dat we nu wel weer zo'n beetje op rond de 100, misschien iets te boven zitten. En dat is eigenlijk het niveau wat we al heel, waar we al heel lang op zitten. Dus ik kijk nu even terug naar januari, zat je daar ook, ik kan hem ietsjes groter maken. Maar dit niveau, ja, eigenlijk september, oktober, november 2019, daar zitten we alweer ietsjes boven. Dus ja, dat kijk, die death spiral, mochten mensen daarop zitten te hopen stiekem, dan kunnen ze dat op hun buik schrijven. Maar ik moet zeggen dat ik zelfs eigenlijk nog wel een wat grotere drop in rekenkracht had verwacht dan dit. En het feit dat het dus nu alweer aan het stijgen is, ja, vind ik best wel sterk. Zeker omdat je toch wel van miners ook hoorde dat na de halving met de huidige koers, die gewoon nog steeds een beetje hetzelfde is als... voor die halving, rond de halving,
dat ze echt wel tegen verlies zaten te minen. Mm-hmm. Dus dat, ik kan me haast niet aan de indruk onttrekken dat dat of nog steeds zo is, of ze toch wel trucjes hebben gedaan met nieuwe apparatuur of zo die efficiënter is. Dat is wel interessant. Er zijn dus wel weer een nieuw zootje miners uitgekomen van Bitmain en MicroBT volgens mij. Dat zijn de spelers daar in die markt. En de S19 voor de fijnproevers onder ons, dat is die nieuwe miner, die ASIC miner die is uitgebracht. En de theorieën gaan natuurlijk altijd dat ze die zooi zelf eerst een paar maanden gebruiken voordat ze die op de markt zetten. Want ja, weet je, als jij efficiënte hardware mining apparatuur hebt, ja, dan kan je die het beste zelf eerst gebruiken voordat de rest van de markt ook toegang tot heeft. Dat is een beetje wat er soms gezegd wordt. Maar die impact zou wel snel zo groot zijn dan. Het is misschien inboek op reserves, toch? Ja. Als jij de hoop hebt dat het een stijgende lijn is, dan kun je op korte termijn natuurlijk wel verliezen maken. Nou ja, het interessante is, Wijnand, voor een miner, dat hij dan beter zijn apparatuur kan uitzetten en ze gewoon kan kopen op de open markt. Ja, dat is ook zo, ja. Ja, dus dat tenzij hij natuurlijk niet anders kan dan het laten doorlopen, omdat er contracten en deals zijn. Ja. Ja, de stroom is een vaste kosten, maar ja. Nou ja, maar goed, het was een kleine update. Even kijken hoor. Binance die is sinds kort mensen aan het inhuren in Nederland, of in ieder geval vacatures aan het plaatsen. Ik zag ze op LinkedIn langskomen. Henk had het in de chat al een tijdje terug al gestuurd. Die houdt namelijk alle cryptocurrency en blockchain vacatures bij in Nederland. Ja. En wij ontstuurden het laatst nog een keertje door. Dus die zijn aan het huren schijnbaar. Director operations, marketing en al dat soort zaken. Ja. Ja, dat lijkt wel of ze serieus plannen hebben om of hier iets te gaan starten. Dus ja, wat zou dat dan zijn? De Europese headquarters, is dat idee? Ja, misschien net als wat BitPay, wat vorige week waar we het over hadden. Hè? Die hadden ook de keuze Londen, Amsterdam en zijn toen maar in Amsterdam gaan zitten. Er zijn natuurlijk wel meerdere Europese takken van grote, of niveau van volgens mij, wat hebben we hier? We hebben hier Airbnb, er zitten een paar van die Uber, Booking.com volgens mij zit in Nederland. Er zitten wel meer van dat soort toko's die in Nederland zitten met een Nike heeft volgens mij een hoofdkantoor, Europese hoofdkantoor in Nederland. Dus ja, misschien daarom. Schijnt belastingtechnisch wel interessant te zijn. Hoor je altijd natuurlijk. Daar weet ik voor de rest niet veel van. Zou je er gaan werken? Het is wel interessant om te kijken wat dat gebeurt. Maar ook, ze zitten natuurlijk met die kosten van de DNB van toezicht. Nou ja, als dat naar lange volumes gaat, dan komt hier natuurlijk een flinke slok volume binnen. Ja, maar dat is wel fijn voor die andere partijen, want die hoeven dan nog €3 te betalen. Bijna is de andere 1,6999. Of gaat dit de lokale brokers wegdrukken als ze echt komen? Ja, het verandert niet zoveel. Maar het lijkt me wel leuk om de directeur Nederland TZT in de show te hebben, om eens even wat kritische vragen te kunnen stellen. Ja, ik denk niet dat hij komt, maar je kunt dat vragen. Ja, natuurlijk komt hij. Ze, hij, het. Ja, we gaan het zien. Er valt voor de rest ook geen zak over te zeggen, maar we zullen het in de gaten houden wat ermee gaat gebeuren. Hey, het is misschien wel interessant voor mensen die op zoek zijn naar een baan in crypto. Ik bedoel, ik denk dat als je op zoek bent naar een werkgever waar mogelijkheden zijn, in ieder geval financieel. Ja, word je uitbetaald in Tron waarschijnlijk, maar goed. Binance coin, denk ik. Ja, precies. Daar koop je ook nog geen brood van, dus ja. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik bedoel, de Binance coin is voor mij een van de weinige altcoins die niet helemaal door het slijk gehaald is. Natuurlijk ook wel omlaag gegaan, maar niet de 95% zoals bij anderen in ieder geval. Ik zou het wel leuk vinden hoor, als Satoshi Radio Mol bij Binance binnen. Letterlijk of figuurlijk? Dan zou ik moeten gaan werken natuurlijk. Niet per se Bart Mol, maar doe maar de figuurlijke. Ja. Hey jongens, ik wil ook nog even het laatste dingetje afgaan handelen. Want dat gaat denk ik, daar kunnen we ook nog even leuk over praten namelijk. En we zitten al op 1 uur en 1 kwartier. Ik zat even te kijken naar de aandelenkoersen, want ik las namelijk, ik zag ergens langskomen dat de Nasdaq, dat is een Amerikaanse bakje met aandelen van bedrijven. Hoe noem je dat? Index is het toch? Nasdaq index? Ja, nou anyway, die staat weer boven de, 9600 punten.
En dan denk je, nou, wat boeit mij dat? Nou ja, dat is wel hoger dan voor de coronacrisis. En dat is natuurlijk wel interessant, want het gaat niet per se beter met die bedrijven. En eigenlijk zijn er heel veel factoren waarmee het aanduidend slechter gaat dan voor de crisis. Er zijn wel veel techbedrijven natuurlijk, hè, listed op de Nasdaq. En ja, Amazon en Tesla en dat soort partijen gaan natuurlijk echt naar als raket. Dat is niet normaal. En Zoom, wat dacht je van Zoom? Die heeft 169% extra omzet, geloof ik, als ik het zo uit mijn hoofd even herinner. Zoom staat niet op de Nasdaq? Weet ik niet, maar dat type bedrijf doet natuurlijk waanzinnig goed in deze tijd juist. Ja, ja. En Nasdaq, dat zijn inderdaad de 100 techbedrijven. Ja, oké, okay, dat is waar. Ik weet niet. Ik zoek ze even bij. Maar je ziet dezelfde trend. Met de nadruk op trend. Want bijvoorbeeld bij de S&P en de AEX. Die indexen die zijn allemaal, bijvoorbeeld de AEX staat op 560. Waar de top ergens op 640, 650 lag. Dus die zijn ook alweer vanuit een dal van onder de 400. Ook alweer toch heel aardig opgeklommen. Dus. Ik zou zo graag het kaartje willen laten zien erbij. Alleen dan sloop ik Bart natuurlijk weer. Ja, maar jij moet ook een beetje opletten, Bert. Ik waardeer het enthousiasme, maar ik heb een paar luisteraars die de haren uit hun kop trekken. Die zitten van, ik wil geen YouTube, ik wil alles luisteren via mijn podcastluisteraar. En elke keer als er kaartjes genoemd worden, dan krijg ik boze berichten. er is ook niet zoveel te zeggen. Het punt is dat al die indexen, of ze nou Nederlands, Amerikaans of whatever zijn, gewoon toch eigenlijk met een behoorlijke rotgang weer richting de pre-corona hoogtes gaan. Terwijl er inmiddels wel 40 miljoen Amerikanen zonder werk zitten. De Fed die heeft voor 2 miljard extra op een balance sheet staan aan bijgedrukt geld. Ik bedoel, de economie staat er toch niet beter voor dan 3 maanden terug. En het lijkt alsof de aandelenkoersen daar weinig zich weinig van aantrekken, laat ik het zo zeggen. Nee, klopt. Ja, ja. Dat kan natuurlijk ook betekenen dat er al inflatie wordt ingecalculeerd. Dat is ook een interessante uitleg van wat er gebeurt. Ja. Ja, ja, ja. Dit is hier is inderdaad vrij weinig concreets over te zeggen. Het is alle argumenten die je kunt verzinnen, die dit verklaren, dat zijn allemaal speculatief. Ja, maar het is toch gewoon vreemd, jongens. Ik bedoel, wat zien we nou om ons heen? En dan hoor je van, ja, de aandelenmarkten die reageren enthousiast op het mogelijk heropenen van de economie. En dan gaan we gewoon terug naar een stand die bijna hetzelfde is als 2 maanden terug. Dat is toch, ja, weet je, ik bedoel, het zal allemaal wel, maar het is toch allemaal niet meer te verklaren door enige rationaliteit, lijkt het wel. Ik bedoel, we hebben gesprekken gehad dat we recessies ingaan. En dan, nou ja, ik bedoel, het lijkt wel alsof we tegenwoordig een soort van week vooruit kunnen kijken. Een beetje tegen beter weten in. Een beetje dat gevoel krijg ik erbij. Misschien hoop je hem, er zit gewoon oneindig hoop in. Nee, maar je moet natuurlijk kijken welke partijen bewegen de aandelenmarkt. Dat zijn niet de retail investeerders. Ook al zijn er wachtrijen voor de Giro.nl. Toch zijn het de echt grote fondsen en investeerders die het grootste gedeelte van de vraag en aanbod vertegenwoordigen op die aandelenmarkten. Dus het feit dat, kijk, de Nasdaq is echt wel een bijzonderheid, dat die een all-time high heeft neergezet. En Zoom is inderdaad onderdeel van de Nasdaq, dus dat soort dingen kunnen wat verklaren. Maar als je kijkt naar de grotere indexen, zoals bijvoorbeeld Italië, is natuurlijk interessant omdat die zwaar getroffen waren. Die zijn ten opzichte van hun dalletje al wel weer met een procentje of 30 gestegen. En zit gewoon op hetzelfde niveau als mei en augustus 2019. En de AEX er zelfs een stukje boven. Dus dat zijn brede indexen. Hè? Dus zoals de Nasdaq is dan specifiek een sector. Maar AEX zijn gewoon de 25 grootste fondsen van Nederland. En Italië zijn het de 40, geloof ik. Ja, dat is natuurlijk heel merkwaardig. Maar die partijen die daar, die de grootste deel van de vraag en aanbod vertegenwoordigen, daar zitten hele slimme mensen. Die worden niet geregeerd door hopium. Die denken dus blijkbaar dat het voor hun verstandiger is om die aandelen te kopen dan andere
zaak. Want ik bedoel, ze hebben vermogen en daar moeten ze iets mee. Ja, waar kun je nog kwijt? Ja, waar kun je het kwijt? Maar die pensioenfondsen, die hebben mega tekorten. Ja, mega tekorten. Het zijn natuurlijk ook papieren tekorten. Dus ja, sowieso interessant. Ja. Maar ze hebben een vermogen onder hun hoede. En blijkbaar wordt er dus voldoende aan die aandelenmarkt geallockeerd. Ja. En een andere uitleg zou kunnen zijn dat er al flink wordt opgekocht vanuit die vanuit centrale banken. Maar ik had het idee dat zowel de normale opkoopprogramma's als dat PEP, hè, dat pandemic opkoopprogramma, dat die vooral nog naar staatsobligaties kijken en daar liquiditeit voor zien. Dus ja, ik zou haast denken, mijn vermoeden is dat men toch verwacht dat op lange termijn deze koers gerechtvaardigd zijn. En dat zou dan kunnen betekenen dat er flinke inflatie zit aan te komen. En dus dat het eigenlijk al ingeprijsde toekomstige inflatie is. Want het zijn natuurlijk die indexen die worden. Het zijn wel indexen in punten. We noemen dat wel punten, maar dat zijn natuurlijk gewoon gewogen waardes van de onderliggende aandelen. Dus dat zijn gewoon euro's en dollars. He, dus wat krijg je als je inflatie optreedt? Dan worden biertjes duurder en Donald Ducks worden duurder en kopjes koffie en ook aandelen. Ja, want die aandelen, zeg maar, de waarde van een aandeel wordt min of meer, los van natuurlijk vraag en aanbod, ook wordt er gekeken naar wat is het waard op basis van toekomstige winstverwachtingen. Dat soort manieren zijn er om dat te waarderen. Dus ik heb zo het vermoeden dat dat het verhaal is. Overigens ook interessant, olie hebben we het een tijdje terug ook over gehad. Hè? Dat is ook weer 50% omhoog, toch? Verdubbeld of zo? $40 weer. Ja. Dus dat is... Het zit eigenlijk boven het niveau van begin maart. Dus dat is ook interessant. Dus dat betekent blijkbaar dat vraag en aanbod dat vraag en aanbod elkaar weer gevonden heeft. Hè? Want er was natuurlijk een enorme glut, een plas, een overvloed aan olie. En dat krijg je in OPEC-landen, dat allerlei landen produceren. En dan zeggen ze tegen elkaar, zullen we allemaal iets minder doen? En iedereen zegt ja. En iedereen denkt, nou, als de rest minder doet, kan ik gewoon blijven. Weet je wel? Dat is een heel leuk afstemmingsspelletje. En iedereen denkt dat hij de andere fopt, maar iedereen fopt elkaar. En nou ja, uiteindelijk zijn ze dan nu blijkbaar toch teruggegaan. Maar ik ben het helemaal met jullie eens. Het is een heel, heel bijzonder fenomeen dat we... Ja, in Amerika is het natuurlijk één groot drama met werkloosheid. En met al die protesten en die opstanden en hoe noem je dat, lootings. Die winkels die leeggeroofd worden. Maar ook in Frankrijk stonden de pleinen vol. En in Europa is het ook onrustig. En de werkloosheid in Europa die is veel hoger dan wat de cijfers laten zien. Omdat er natuurlijk ontzettend veel staatssteun is. Ja, het is heel, heel, heel apart dat de beurs eigenlijk gewoon doet alsof het gewoon een doodnormaal seizoen is. Ja, maar ik denk dat het wel weer een mooie brug is naar het begin van de podcast. Waarin we zeiden veel, het voelt als alsof het op pauze staat. Alsof we ergens op wachten, weet je wel. Ja, dat is denk ik wel het onderliggende gevoel ook van wat jij beschrijft. Je hebt volgens mij de meeste verhaallijnen rondom het verloop van de koersen wel genoemd. Je leest ook wel eens dat het te maken heeft met dat de pijn beperkt wordt tot hele specifieke sectoren. Dus de economische pijn heel scheef verdeeld is. En dat de rest van de markt overschaduwt. Dus... omdat er zijn ook sectoren die het beter doen, weet je wel. En ja, dat een dempende werking heeft. Er zijn ook verhalen dat mensen dat men verwacht dat die werkloosheid nu ernstig is, maar weer snel naar beneden gaat. Omdat het een soort van onszelf opgelegde werkloosheid is. Dus het is niet een structureel probleem, maar een incident ten gevolge van een externe factor. Dus ja, maar goed, dan heb je hierover hoop. En is die dan gerechtvaardigd of niet? Nou, als je dan verslagen van bijvoorbeeld vanuit ING, die publiceren wel eens van dat soort strategische rapporten, daar wordt dan weer gesproken over, ja, er wordt waarschijnlijk te optimistisch gedacht over wat er in 2021 aan herstel verwacht wordt, weet je wel. En ja, het zijn allemaal hele tegenstrijdige signalen die je krijgt. Ja. En ook onder economen, want je zou zeggen van nou, er worden triljarden geprint, dus er komt inflatie, maar ook daar zijn economen het helemaal niet over eens. Of er wel inflatie komt. Nou ja, we gaan het zien dan. Dus hele interessante tijden. Ja, leuke,
leuke vooruitwijzing ook nog naar die afleveringen die we nog een keer zullen gaan maken, hè, over hoe dat allemaal werkt. Het inflatie, deflatie, geldsysteem en dat soort dingen. Dus daar kunnen we hier mooi nog eens naar kijken en bij aansluiten. Ja. Nou jongens, dan is het hem een beetje, denk ik. We hebben nog één dingetje. Oh, nee. Ik kom even op voor Tom, die had namelijk een vraag. Bert vroeg voorafgaand aan de aflevering van... Hey, oh ja, Bert heeft weer vragen in de Telegram gegooid. Hè, voor ja, en Tom die zegt... wat vinden jullie van het plan van BACT? Ja, daar is die. Om all things digital te kunnen zetten in cash. Je airmails, de goedbonnen, crypto, in-game items. Alles binnen dezelfde omgeving direct omzetten... en zo betalen bij een merchant naar keuze. Hebben jullie daar reeds van meegekregen? Nee, ik snap even niet wat je zegt. Helemaal niks. Maar dat is een combinatie met alles wat er speelt in cryptoland in één. Dat is wat toch digital items, digital, alles digital en afrekenen bij de Starbucks. Ja, volgens mij was het... Ja. dat is wat BACT verpakt als een nieuwe mooi idee. Alles omzetten in koffie. En maar zeg nou nog één keer. Alles in een digitale... Ja, dus zijn vraag is, wat vinden jullie van het plan van BACT? Om all things digital, dan heeft hij het bijvoorbeeld over airmiles, tegoedbonnen, cryptomunten, in-game items, bijvoorbeeld je V-Bucks in Fortnite, of je items van World of Warcraft, om die om te kunnen zetten in cash. En daarmee kan je dan weer betalen bij een merchant naar keuze. Dat is schijnbaar het plan van BACT. Ja, ik heb er wel wat over gelezen, we zitten niet heel diep in, maar volgens mij, zoals ik, wat zij willen doen, is het geld dat je hebt... maar niet kan gebruiken. Bijvoorbeeld, je hebt een heel tof zwaard in World of Warcraft. Die is geld waard, maar dan kan je geen koffie meer kopen, laat ik het zo weer zeggen. Om die, al die digitale dingen, om die bij elkaar te brengen... en om het mogelijk te maken, dat soort zaken ten gelde te maken... zodat je er wel mee kan betalen. Nou, dat zie je bij die games niet gebeuren. Omdat dat het is werkelijk een goudmijn voor die, voor die publishers. Dus als je kijkt naar je V-Bucks, kijk, er is een reden waarom je wel V-Bucks van geld kan kopen, maar geen geld van V-Bucks. Namelijk dat als je het helemaal gekocht hebt, je het alleen nog maar uit kan geven in het wereldje van, hoe heet die knakkers van Fortnite, voor mij, weet even niet meer, Epic Games is dat. Weet je, dat is de hele reden. En als jij dan dat aangaat, als jij die monopolie uit handen gaat geven en dat jij dus van je V-Bucks ook opeens koffie kan kopen... Ja, dan ga je dus nat. Want anders waren die V-Bucks vroeg of laat bij jou uitgegeven. Trouwens, het maakt helemaal niet uit of die dingen uitgegeven worden. Want er staat een digitaal item tegenover. Weet je, het geld is al binnen. Iemand heeft voor 10 euro 100 V-Bucks gekocht. Of die ze daarna uitgeeft of niet. Ja, boeit jou niks. Het is namelijk toch maar een zwaard of een skin die die gaat kopen. Dus in zo'n setting zie ik dat niet echt gebeuren. Kijk, bij dingen waar de uitgever van de coins of whatever daar minder schade van heeft, bijvoorbeeld airmiles of zo. Ja, daar zie ik er wel. Ja, ik vraag me af op Bart, want volgens mij al die spaarkaarten en zo, die leven ook, die spaarsystemen, die leven ook wel bij de gratie van dat uiteindelijk niet iedereen het besteedt. Dat is natuurlijk een waanzinnig briljant concept. En ik geloof dat je bij de Albert Heijn of zo, weet je wel, dat soort, dat waren vroeger van die zegeltjes. Nou, dat was iets van het vorige tijdperk, maar ik geloof dat je ze nu ook digitaal kunt. Alleen nog maar digitaal, dat was laatst op het journaal. Ja, ja, serieus. Ja, vanwege corona, hè, want de zegeltjes, dat is, dan zit je te likken aan dingen, dat mag dan natuurlijk niet meer. Nou, dat was ook een mooie reden om die hele troep er in één keer uit te keilen, volgens mij, forever, maar goed. Maar volgens mij krijg je een procentje of 6 of zo aan rente op daarop. Daarom is het een spaarsysteem. Nou ja, 6% rente krijg je verder nergens. En dan, dat is op zich nog best een... Ja, best een dure manier om geld te lenen voor Albert Heijn misschien. Maar ik vraag me af of ze dat... Het levert ze denk ik heel veel liquiditeit op die heel lang niet opgeëist gaat worden. Dus ook voor dat soort toko's is het helemaal niet per se hun belang om dat meer liquide te maken. Want dat is wat je daarmee doet. Stel, dus als ik het idee van wat ik via het berichtje van Tom van BACT krijg, is dat je een soort wallet of zo krijgt, portfolio, waarin al je... digitale valuta, waardevolle dingen, zegeltjes, punten, allemaal zitten en dat je ze gewoon on the fly kunt converteren naar iets waar je mee betaalt. Dat is het idee dat ik er een beetje bij krijg. Maar dat betekent dus dat je
een heleboel drempels wegneemt om de shit te besteden. En dat is nou... Nou ja, precies wat jij zegt. Die drempels, die uitgevers van al die loyalty programs en cashbacks en de hele mikmak, die hebben eigenlijk een baat bij een inefficiënt systeem. Waar er die drempels zijn, waar de hoorders zijn, waar mensen overheen moeten springen. En die gaan ze gaan ervan uit dat een soort van de helft van de mensen doet dat niet. Weet je? En ik zie dat niet echt. Ik vind het idee wel tof vanuit een consumentenperspectief. Ik zou op zich wel blij worden dat je al die kruft gewoon ergens kan kapot slaan en kan uitgeven. Zeker. Ik ben zelf helemaal niet van de spaarpunten en zo hoor. Dus ik zal er zelf niet zo heel veel aan hebben. Maar... Ja, maar dan misschien wel. Ik bedoel, als het dan een kleine moeite is om dingen te sparen. Zeker als het een beetje gaat zoals via dat je gewoon automatisch, als je afrekent, dat dan automatisch die punten krijgt. Dus dat je het niet moeite hoeft te doen. Maar dan moet er toch een hele marketplace achter zitten. Wat heeft Bakta uit zo'n zwaard uit Warcraft? Het zullen geen unique items zijn. Misschien dat ze wel de handel erin faciliteren of zo. Maar wat zou het dan toch super handig zijn als we één munt hebben die we voor al die dingen zouden kunnen gebruiken. Weet je, dat is toch het ding. Ja, een euro of inderdaad bitcoin, whatever. Maar dat is toch het ding. Zeg maar, het zou toch handig zijn als je in plaats van air miles gewoon euro's krijgt. Hè? Dus weet je wat stacking.com, weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben, maar dat je daar gewoon bitcoins terugkrijgt. Maar dat is natuurlijk wel het ding dat je bij FIFA of bij Fortnite of whatever game je speelt, Call of Duty, dat je in plaats van COD points of V-Bucks of EA points gewoon je skin van euro's koopt. Maar precies wat Bert zegt, er zit daar een verdienmodel in het niet efficiënt maken van die markt. Want dan wat ze gedaan hebben is zo'n Epic of zo'n EA of whatever voor game developer, die hebben gewoon hun eigen munt gecreëerd. Die hebben hun eigen economie gecreëerd die ze volledig als een soort van ECB on steroids kunnen beheersen. Ze kunnen IE-punten bijdrukken, ze kunnen het eraf halen, ze kunnen pakjes duurder maken, ze kunnen skins duurder maken, ze kunnen whatever the fuck ze kunnen doen. Het is ook niet voor niks dat het altijd zo is dat je voor 10 euro 10.000 COD points koopt. Ja, en dan een skin die kost dan 20.000 COD points. Weet jij veel nog hoeveel dat is in euro's? Maar ze hebben complete macht. En dat is het ding wat ze denk ik nooit uit handen gaan geven. Dus anyway. Ja, maar het zal een Epic toch weinig uitmaken als jij V-Bucks koopt. Of jij die dan vervolgens voor Satoshi's omwisselt op de marketplace van Bakt. Dus zij hebben het geld al binnen. Nee, want je wisselt het om. Ja, en kijk, voor mij het ding is, je geeft gewoon een stukje macht uit handen. En waarvoor zou je dat doen als je monopolie hebt? Waarvoor zou je... Zeg maar, het is perfect zoals het is, weet je? Dat is toch hetzelfde met software-resellen. Je wilt toch gewoon elke keer weer die key verkopen. Dus zo'n marketplace kost je toch uiteindelijk wel wat omzet, is wat ze denken. Voor de originele uitbrengers van software of zwaarden of van leveren. Waar ze op verdienen is op de inefficiëntie dat er mensen zijn die niet al hun V-Bucks gebruiken. Dat er restjes V-Bucks overblijven. Ja. Dat er restjes spaarpunten ergens achterblijven. En die restjes, op een gegeven moment gaan de mensen dood en dan blijven die restjes achter. En dat is dus waar ze wel geld voor hebben gehad, maar geen dienst voor hoeven te leveren. Dus neem even Fortnite. Je koopt 1000 V-Bucks voor 10 euro, geloof ik, zoiets. En dan daar besteed je er 500 van. En die andere 500 blijven over. Als jij daarna je V-Bucks of je Fortnite in de wil gehangt en je stopt ermee, dan die 500 V-Bucks worden nooit meer uitgegeven. Die blijven voor eeuwig staan. Dus als iemand anders V-Bucks wil, zal die ze opnieuw van Epic moeten kopen. Precies. En die kan ze niet van jou kopen. Precies. Die 500 die zijn op dat moment incourant. Die kun je niet aan een ander verkopen. Dus dat is natuurlijk een gigantische manier om winst te maken. Kijk, voor die spaarpassen is in Nederland de wet best wel streng. Hè? Dus als jij een spaarpas uitgeeft, dan moet je daar een beheerstichting voor opzetten, waar dat geld in wordt beheerd, zodat je dat niet stiekem uitgeeft aan allerlei andere dingen en dat de mensen daar niet meer hun pannetjes voor kunnen bestellen en zo. Dus dat is wettelijk allemaal best wel aardig geregeld. Maar ja, zo'n Epic die kan natuurlijk zijn gang gaan, omdat er niet uiteindelijk pannen en weet ik wat voor bestek moet worden geleverd. Maar ze hoeven alleen maar... Nou ja, en het sikke is dat jij zegt, er moet een dienst geleverd worden. Ja, nou ja, weet je, je kan het een dienst noemen, maar het is natuurlijk een digitaal
dingetje. Een battle pass, ja. Ja, een battle pass. Maar of een skin, dat is letterlijk dat je poppetje er anders uitziet. Dat maakt voor Epic niet uit of ze dat één keer moeten leveren of oneindig moeten leveren, zeg maar. Dat wel, toch? Dat maakt het zo'n goudmijn. En als je dan nog eens kijkt naar bijvoorbeeld de FIFA, waar elk jaar gewoon alles in courant is en je weer naar een nieuw jaar... Nou ja, het is niet... Het is zo verschrikkelijk slim. Eigenlijk is onze consensus nu... Het is best wel een tof idee, maar we hebben er een hard hoofd in dat bedrijven waarvan je er echt gebruik van zou willen maken, dat die eraan meedoen, want die snijden in hun eigen vlees. Dus we zijn vooral heel benieuwd naar hoe dat eruit komt te zien. Ja, maar misschien hadden we ons meer in moeten lezen, hoor. Want ik weet ook totaal niet hoe het precies eruit zou moeten zien. Want ik neem aan dat bij Bakker ook wel wat slimme mensen zitten die ook een Zoom-call hebben gedaan en ook wel tot deze conclusie komen. Maar goed. Ja, het staat er wel echt hoor op de website. Turning digital assets to cash has never been easier. Convert rewards, miles and points. Nou... Digital gaming assets and merchant stored value that is already in your name. Ik ben heel benieuwd, joh. We gaan het. Ik kijk vooruit naar het moment dat ik met mijn. Met mijn Airmiles boodschap kunnen bij Albert Heijn. Is dat het idee? Dat kan toch al? Ja, dat kan al. Met mijn V-Bucks, die ik misschien nog heb. Met mijn Codpoints. Nou, daar koop ik gewoon gouden voertuigen van en andere debiele skins, hoor. Maak je maar die shit is ook altijd zo geprijsd dat je altijd iets overhoudt, weet je. Dat is ook mooi. Weet je, er was vroeger, had je dat in de Amsterdam Arena. Toen dat net nieuw was, toen hadden ze, dan moest je van die kaarten kopen, of van die muntjes of whatever. En op die kaarten kon je dan alleen maar, het begon niet eens bij €5, het begon bij 20 of 25 of zo. En de hamburgers, die waren dan... Nou ja, reken maar uit, 4,50 of zo, whatever. Het past in ieder geval niet, weet je. En daar wat Bert zei, maar daar was de marge niet 50%, dat was dan wat minder. Maar er bleef ook altijd 50 cent, een eurotje, €1,30 op die kaart staan. Schandalig was dat. Zijn ze van afgestapt trouwens, sinds dat PIN natuurlijk zo doorgekomen is. Nu we de vraag van Tom behandeld hebben, heb ik dan permissie om langzaamaan eens af te gaan sluiten? Ik denk het wel, hè? Ja. Nou, een mooie aflevering geworden, toch? Dat is prachtig. En als klap op de vuurpijl bewegen we gewoon richting de 10K. Nou ja, je meent het. Het is ongekend. Ik zit hier met tranen biggelen over mijn wangen. Dus ik ga langzaamaan het beeld op zwart gooien. Jongens, thanks. toch voor een fantastische 2 jaar, hè, zeggen we dan maar eventjes. Om nog even terug te komen om de cirkel rond te maken. End of season 2. End of season 3. We gaan naar season 3. Daar wordt heel, heel rijkhalsend uitgekeken. Ik heb op Reddit al gezien dat er enorm veel theorieën zijn. Hoe gaan deze verhaallijnen verder? Nou, niemand had de dood van de main character voorspeld, Wijnand. Dus wat is de schrijver ook alweer van Game of Thrones? Weet ik knakker. JJ, wat was het? Godver, weet je nou. Hij schrijft in ieder geval weinig, dat kan ik je wel vertellen. Hij doet het op een typemachine, toch? Kunnen mensen nou ook weer een nieuwe season pass kopen dan? RR, ik zei JJ, het is George RR Martin. Nieuwe season pass, ja, die komt eraan, maar die stellen we nog eventjes uit. Net als alle andere bedrijven, wegens er zijn belangrijke dingen op dit moment dan de season pass voor season 3. Even kijken hoor, ja, nou, vond je het leuk? Check ons website www.stoicradio.nl. Daar kun je ons volgen op Telegram en Twitter. Of join op Telegram, volg op Twitter. Dat kan natuurlijk ook bij Lekker Cryptisch. Kijk op www.lekkercryptisch.nl. Jongens, bedankt. Tot volgende week. Dan zitten we er allemaal weer. Yep. En dan hopen we dat jullie ook weer luisteren. Zie jullie volgende week. Adios. Foutje. All right, all right, all right. Stop.